Dus je noemde net al die rollen op van oma, somatische seksologe. Ik vind het leuk dat je het zo doet. Mama, vrouw, onderneuser, noem ze allemaal op. Maar hoe blijf je nou zeg maar in jezelf ook gehoor geven en ontwikkel je je eigen sensualiteit? Dat vind ik super een mooie vraag. Want ik probeerde bij het begin van ons gesprek een beetje punten te maken en verband leggen tussen seks, sekseducatie, leiderschap, sensualiteit, vrouw zijn of man zijn. Inderdaad, voluit vrouw zijn, voluit man zijn. Want het gaat niet om seks. Nee. Nee, het gaat om een compleetheid van de mens. En het gaat eigenlijk meer om de essentie in onze identiteit als seksuele wezen. Dus eigenlijk... Seksuele wezen, hoe bedoel je dat? Nou, wij zijn niet altijd, of tenminste, wij hebben veel meer natuurlijk identiteiten. Of variaties van hoe mensen seksualiteit beleven. Ja. En daarom zeg ik seksueel wezen of seksueel mens. Want wij zijn niet alleen, zeg maar... mannen worden getrokken tot vrouwen. Of gender orientation is ook belangrijk. Daarom noem ik het gewoon eigenlijk meer zo in het algemeen. Ja, ja, ja. Want er zijn veel meer kleuren en vormen. En meer, zeg maar, complexe belevenis van de wereld. Wat trekt ons aan? Waar voelen we ons opeens geraakt in het leven door de anderen? En zijn we man, zijn we vrouw, waar zijn we, zeg maar, tot wie zijn we dan getrokken? Dus daarom noem ik het seksueel wezen. Ja, ja. Maar het gaat om seksualiteit, het gaat om de compleetheid van de mens. En daar is de bron waar wij zijn allemaal ontstaan. De levenskracht, de levensenergie die ons verder brengt, heeft direct te maken met onze belevenis als seksueel wezen. Thank you.